groep 7B van basisschool De Rang presenteert eten en drinken. Het is een gewone schooldag op basisschool De Rang. En de kinderen van groep 7B hebben pauze. Boterham, je hebt elke pauze al. Yes! Nou, hebben ze alweer een eentje weggegooid. Dit moeten de ouders echt weten. Diezelfde avond nog komen alle ouders van de kinderen op school. Hallo ouders, bedankt dat jullie wilden komen. Oh. Hallo meester Timo, waar konden we u over spreken? Hallo ouders, ik heb jullie gebeld omdat de kinderen steeds hun brood weggooien. Dit is al zo'n 3 weken aan de gang. Brood! Dit is echt niet normaal, moet je een plan op bedenken. Ja. En die avond bedenken de ouders samen met meester Timo een plan. En zo gezegd, zo gedaan. De volgende ochtend komen de kinderen niets vermoedend op school. Jongens, jullie mogen gaan eten. Zand! Eeuw, zand? Dat kunnen we toch niet eten? Hoe kunnen onze ouders dat nou weer doen? Huh? Zand? Dat kan je toch niet eten? Wie gaat nou zand eten? Huh? Zand? Dat kan ik toch niet eten? Waar is mijn brood? En zo vertelt de moeder van Mandy thuis het hele verhaal. Kijk mam, dit is waar ik het over had. Allemaal zat in mijn brood om. Dit kan ik nu eten. Weet jij misschien waardoor dat komt? Ja, dat heb ik gedaan. De meester heeft mij gebeld en verteld dat jullie je brood weggooien. En dat vind ik niet goed. Mensen die doen er heel veel moeite voor. En ik koop het dan weer in de winkel. Dat is heel duur. Als je één ochtje hebt niks gegeten, dan heb je al heel veel honger. Maar laat staan dat je een hele dag niet mag eten. Heb je ook al heel erg honger? Ik wil je graag een lesje leren. Oh, nu snap ik het. Ik zal nooit meer mijn eten weggooien. En ik ga het morgen gelijk aan de hele klas vertellen. Nooit eten!